In 2016 maakten Richard Verschoor en Jarno Opmeer hun debuut in de autosport. Het hele jaar streden ze om podiumposities, pole positions en natuurlijk overwinningen in de Formule 4. Beide maken nu de overstap naar de Formule Renault. Nou, ik denk dat het een goede stap is tussen de Formule 3 en GP3 in. Je wil natuurlijk nooit te snel gaan. Je moet gaan als je klaar voor bent. En ja, ik denk misschien hadden we een gokje kunnen wagen, maar ik heb de tijd. Ik ben net 16, dus daarom hebben we voor deze keuze gegaan. En weer MP Motorsport. Voelt het al een beetje als een familie? Ja, zeker. Ik heb natuurlijk al een jaar mee gewerkt. Dus het vertrouwen is er. Ik ken alle mensen. Ook met Sanne Dorsman natuurlijk een goede relatie. Dus ja, ik denk dat we vol vertrouwen met elkaar en natuurlijk een goede line-up gaan we goed het seizoen in. Je bent Red Bull talent, je bent Nederlands, je bent jong, je bent snel. Is Max Verstappen dan automatisch een beetje een voorbeeld voor je? Natuurlijk is hij een voorbeeld. Hoe hij het gedaan heeft en hoe hij het doet natuurlijk is gewoon heel bijzonder. En daar heb ik heel veel respect voor, dus natuurlijk is hij mijn idool op het moment. Richard Verschoor opgenomen in het talentenprogramma van Red Bull. Maar ook Jarno Opmeer is opgenomen in zo'n talentenprogramma. Een jaar geleden moest je je eerste autorace nog rijden. Nu sta je hier als Formule 1 talent van Renault. Het gaat snel? Ja, zeker. Het is hartstikke snel gegaan. En, in een jaar tijd is heel veel gebeurd. En ik heb heel veel geleerd. En ik hoop dit jaar natuurlijk weer hartstikke veel te gaan leren en mezelf heel veel te verbeteren. Ja, Formule Renault 2.0 dit jaar. Wat verwacht je ervan? Een sterk kampioenschap? Ja, ik denk dat ik sowieso... Ik ga natuurlijk voor elke race om te winnen. En ik hoop dan natuurlijk ook dat ik dit jaar gewoon het kampioenschap kan binnenslepen. Met zoveel mogelijk zegens. De strijd was lang en hard in het Formule 4 kampioenschap. Maar uiteindelijk won Richard Verschoor. Rijst natuurlijk de vraag, gaan deze twee jonge honden in 2017 weer met elkaar om de titel strijden? Je bent weer teamgenoot van Richard Verschoor dit jaar. Vorig jaar wisten die je net te kloppen. Is dat dit jaar andersom? Ja, daar ga ik natuurlijk wel van uit. Ik heb me echt supergoed voorbereid, beter dan voorgaande jaren. En ik heb ook weer heel veel geleerd van het afgelopen jaar. En daarom denk ik dat het dit jaar ook wel een stuk beter zal gaan. En dat ik sowieso nog beter resultaat kan halen en misschien nog wel meer races kan winnen. Ja, natuurlijk naast mij zijn we gewoon vrienden, op de baan niet. Dus zo is het en anders niet.